Wat hebben jullie als bewapening? Wij hebben momenteel geen bewapening. Wij hebben wel de handboeien die wij kunnen gebruiken. Maar we hebben geen wapenstok, pepspray of een wapen. Maar jullie hebben wel een bodycam. Wij hebben een bodycam, ja, dat is inderdaad voor onze eigen veiligheid. Die hebben wij sinds kort gekregen. Die kunnen wij inderdaad inzetten als dat nodig is. Het gebruik van de bodycam werpt meteen zijn vruchten af in de gemeente Alphen aan de Rijn. En je merkt al dat alleen al het zichtbaar dragen van zo'n bodycam helpt in de richting van mensen die vervelend willen zijn. Van oh wacht even, laat ik misschien toch mezelf een beetje beter gedragen. Martijn, is agressie een probleem in Alphen aan de Rijn? In grote lijnen valt dat in deze gemeente wel mee. Natuurlijk kunnen wij daar tegenaan lopen. Maar dat is zelden bij deze gemeente. Maar het kan voorkomen inderdaad. Hoewel de politie in Alphen aan de Rijn te maken heeft met een capaciteitenprobleem, ziet de gemeente het niet zitten om de 18 handhavers en 6 toezichthouders die de stad heeft meer bevoegdheden te geven. Ik zou het heel slecht vinden als gemeente opnieuw gaten dicht moeten gaan lopen die het Rijk laat vallen. Want daar komt het feitelijk op neer. En wij hebben in Alphen aan de Rijn een geweldig team in de politie. Maar ook daar is sprake van onderbezetting. Maar dat is echt iets wat binnen de politieorganisatie opgelost moet worden. En het kan niet zo zijn dat gemeentelijke opsporingsambtenaren die een andere opleiding hebben, die andere bevoegdheden hebben in de plaats treden van de politie. Dat vind ik echt de wereld op zijn kop. Dus dat gaan we niet doen. Martijn, had je niet liever politieagent willen worden? Nou, ik heb de opleiding handhaver, toezicht en veiligheid gedaan. Toen heb ik ook stage gelopen bij een gemeente. En toen viel mij het werk heel erg. En toen dacht ik van, nou, een handhaver doet eigenlijk veel meer dan alleen maar parkeerboetes schrijven. En het werk was echt superleuk. Je hebt het naar je zin? Ik heb het naar mijn zin. Goed zo.